You may not know it, but at this moment, the largest psychological research project ever is taking place. Another thing you don't know is that you are taking part in it. Yes, you too. You never signed up for it or gave your consent, and the results will never be made public. But they will be used. We zijn heel makkelijk te beïnvloeden. Die testen die hebben doorgaans enorme uitslagen. The results are used to influence you, and in a big way. They are trying to turn everybody into what looks a lot like an addict. You are bombarded with new tricks to persuade you to buy items online, to be glued to your smartphone screen for longer, to spend even more time on Facebook, and you're also influenced to change your political opinions. Clever, isn't it? This is Backlight. Welcome to the world of the clicks. You buy online, talk to your friends via Facebook and WhatsApp, post messages on Twitter, watch videos on YouTube, and increasingly form your political opinions on the basis of online news items and social media. But how do you arrive at a particular website? Why do you decide to watch this next video too? Is that a deliberate choice? Who actually determines where you click? The old marketing and advertising world, using billboards, advertisements, and TV commercials to persuade you, has been replaced by a whole new crowd. They call themselves online persuaders. They don't talk about sales tricks, but about conversion rates, time spent, clicks, and habits. It's a world full of crafty operators who've learned a lot over the past few years about the way your brain operates, and hence, about how easily you can be persuaded to click. Bart Schutz is a global speaker on online marketing. He's a psychologist and he knows exactly how the online world finds out about what's going on inside your head. Als ze nu aan mij zouden vragen wie heeft er echt verstand van gedrag in een sociale omgeving, dan zou ik zeggen, dan moet je even naar het researchteam van Facebook gaan. Want die hebben ziek veel onderzoeken uitgevoerd op ongelooflijk grote aantallen mensen. Ik kan een ouderwetse, noem ik hem eventjes, psycholoog, professor, die kan daar niet in tippen. En het is natuurlijk ook wat ik zelf doe, die experimenten. En daar leren we heel veel van. Daar leren we nu in heel rap tempo heel veel meer dan er ooit in de wetenschap geleerd is. We want our energies to go up. We want our conversions to go up. So everybody stand up. We're trying to make money. Okay, so Tim, I just doubled your attendance for next year if you use this. Does anyone know what the most persuasive word in the English language is? I have seen QR codes on websites, and I have scanned them. Do you know where they take me? Back to the website! And the crowd goes wild! Nou, hier is de conferentie over
wat ze noemen conversieoptimalisatie, wat er eigenlijk in de baas over gaat als er 100 mensen op die website zitten en één daarvan koopt, hoe maak je daarvan 2 of nog meer? Dus het is een heel commercieel conferentie. En wat je ziet is dat ze ontzettend geïnteresseerd zijn in gedragswetenschappelijke inzichten. Omdat zij heel veel experimenten draaien waar ze helemaal niet van snappen wat er nou eigenlijk gebeurt en waarom de resultaten zijn zoals ze zijn. En ontzettend grijpen naar het eager zijn om die wetenschappelijke kennis te krijgen. En daarom word ik dan uitgenodigd. Het zijn vooral heel veel partijen die met grote aantallen mensen op hun site zitten en die met heel veel mensen die kopen, die heel erg aan het testen zijn van wat maakt nou dat koopgedrag en wat kan ik daarvan leren. En die zijn vooral benieuwd naar de toegevoegde waarde van gedragswetenschappen. De laatste 3 jaar zie je dat echt een grote vlucht nemen. Zie je ook serieus dat grote corporates gewoon actief op zoek zijn naar psychologen. Dit is een AB-test. Als ik moet uitleggen wat er gebeurt, is als jij het internet op gaat en je gaat bijvoorbeeld naar een webwinkel, dan gaat die webwinkel, die gaat, jij denkt dat daar is hè, de website. Alleen die, op het moment dat jij binnenkomt, bepaalt die website, ga ik jou variant A laten zien. Dus dat kan alles zijn. Dat kan een hele nieuwe pagina zijn, compleet redesign, zeg maar, echt alles anders. Het kan ook één klein elementje zijn wat veranderd is. Dus laten we zeggen dat hier een ander plaatje staat, hier plaatje A. Het kan ook zijn dat ze naar de variant, zoals het dan heet, sturen. Dat is een ander plaatje, plaatje B. En waarom doen ze dat? Want dat doen ze natuurlijk voor iedereen. Dus de helft van de mensen die binnenkomt, wordt naar plaatje A gestuurd en de andere helft naar de pagina met plaatje B. Dat plaatje is natuurlijk van invloed of je dat product gaat kopen. Of je op die koopknop drukt, of winkelwagentje, hoe ze het ook noemen. En op het moment dat je dat doet en je vult je gegevens in en je betaalt, dan levert dat het bedrijf geld op. Maar wat ze doormeten is van de mensen die dat plaatje zien, A, van de 100 zullen we maar zeggen, hoeveel geld leveren die op? En variant met plaatje B, hoeveel meer mensen kopen dat en hoeveel meer geven die uit? Zodat ze meten, levert die nou heel veel meer op, die variant? En dat percentage, dat heet conversieratio. En dat is waar al die congressen over gaan en al die boeken en blogs waar iedereen mee bezig is. Conversieratio is puur van de 100 mensen hoeveel daarvan kopen. De kans dat jij in een experiment zit als jij nu gewoon online gaat, is immens groot. Het zijn vooral de overheden en misschien wat liefdadigheidsinstellingen die nog niet aan het testen zijn. Die daar veel discussie over hebben. Maar vrijwel iedere grote, alle bankenverzekeraars, alle webwinkels, die zijn allemaal aan het testen. Dat gaat echt om 100 miljard mensen. En zoveel zijn het natuurlijk niet, maar je zit gewoon als één persoon heel vaak in zo'n test. Iedereen wil natuurlijk enorm in staat zijn om mensen te verleiden om te kopen. Dus dat heet persuasion. En er hangt niet eens zo'n negatieve connotatie aan in dit wereldje. Iedereen vindt het heel leuk om te praten over persuasion. Ja, ik ben ook bezig met persuasion. Zeg maar, dus conversie is alweer wat oud, zeg maar. Heel veel mensen gaan nu net bezig met persuasion en verleiden. Maar het is wel, zeg maar, de marketingkant van commerciële psychologie. I'll let them tell you their story. So let's give them, and the crowd goes wild for Bart and Ton, everybody. And the crowd goes wild! Come on up, guys. Zijn mensen makkelijk te beïnvloeden? Ja. Dat is de hele ongemakkelijke waarheid. We zijn heel makkelijk te beïnvloeden. Die testen die hebben doorgaans enorme uitslagen. En ook heel vaak uitslagen die compleet tegenintuïtief zijn. Waar je met je bewustzijn van denkt, nee, dat gaat niet werken. Weet je, van die irritante dingen. Pop-ups en zo. We have so little knowledge of what actually drives our behavior.
Who of you is A-B testing? Yeah, so most of you, right? Zo'n pop-up waarvan we denken, dat is heel irritant. De meeste die wij testen, die positief zijn, zitten echt in de 10-15% meer mensen die dan wat kopen of een hotelkamer boeken. Dan zonder zo'n irritante pop-up. It shows that very often people think they are rationally and consciously in control of their decision, but they are not. Booking.com, a website of Dutch origin for hotel room bookings, has shown huge growth over the past few years. Hundreds of people at its Amsterdam office are doing only one thing, testing clients online. We doen heel veel AB-experimenten, ook omdat we vrij groot zijn, dus daar investeren we veel in. Bijvoorbeeld, we hebben officieel bekendgemaakt meer dan 1 miljoen kamernachten per dag te verkopen. Nou, neem een conversie van, laten we zeggen, 5%, dan zou je dus al 20 miljoen bezoekers per dag moeten hebben. En hoeveel van die bezoekers worden daar dan zo getest? Nou, in principe iedereen. Hoe zo'n test werkt is dat, we noemen dat een coinflip. Dus op het moment dat jij onze homepage intypt, dan doen we meteen een coinflip. Van ga je naar de bestaande homepagina of ga je naar een homepagina met een heel klein miniem verschil. En op het moment dat je ergens op klikt, kom je direct eigenlijk weer in een nieuwe experimentomgeving terecht. Dus als je bij wijze van spreken een kwartier op onze website rondbrowst, dan ben je misschien wel onderdeel geweest van 40 verschillende experimenten. Er is inderdaad niet zoiets als de website. Er is waarschijnlijk geen enkele klant die exact dezelfde website ziet. De veranderingen die we doen zijn zo klein, zo minimaal, zo subtiel, dat je dat helemaal niet merkt. Bijvoorbeeld is er een bepaalde knop waar een actie op staat, zoals bijvoorbeeld zoeken of boek deze kamer of wat die knop ook is. Werkt die nou beter als er een wit randje omheen staat of als er geen wit randje omheen staat? Zoiets moet je aan denken. We hebben heel vroeg geleerd dat wat mensen zeggen als we ze vragen, of wat wij denken dat ze zullen doen als we er over vergaderen, dat allebei niet zo heel veel waarde heeft. Wat heel veel waarde heeft is als we in staat zijn om gewoon klantgedrag te kunnen observeren en op basis daarvan onze beslissingen te maken. Ja, een simpel voorbeeld, als ik aan mensen zou vragen van goh, je bent op zoek naar hotels in Amsterdam, zou je ook appartementen in Amsterdam willen zien? Dan heb je kans dat als ik dat aan je vraag, dat je zegt nou nee, ik wil graag een hotelervaring. Als we daarentegen kijken wat mensen qua gedrag doen op onze website, zoals ze intypen hotels Amsterdam, dan zien we dat in een groot percentage eindigt met het boeken van een appartement, bijvoorbeeld. Omdat dat toevallig een betere locatie heeft, of er wel leuk uitzag, of toevallig een mooie prijs had, of omdat je gewoon zin had om een boeking te maken en wel klaar was met rondkijken, dat kan natuurlijk ook. Omdat we heel erg aan de hand van klantgedrag kunnen leren, kunnen we dus sneller snappen en sneller beter worden in het beantwoorden van jouw vraag. En dus in jou loyaal maken, jou een goede ervaring bieden. Als voorbeeld, niet alleen zou nou in hetzelfde voorbeeld een mannelijke verkoper op de markt het beter doen dan een vrouwelijke verkoper op de markt, of een mannelijke met een kort verhaal beter dan een mannelijke met een lang verhaal. Dat kan je in de online wereld kan je dat testen, alleen nu kan je het echt testen voor kwaliteit. In welke mate leidt dit nou echt tot een betere ervaring? In welke mate leidt dit er ook toe dat we jou weer terug mogen zien in onze winkels? Het is zelfs zo dat ieder bedrijfsproces of ieder bedrijfstak die zijn proces kan digitaliseren en voldoende volume heeft om te kunnen experimenteren, ja, die gaat zoveel sneller slimmer worden dan de andere bedrijven die dat vermogen niet hebben. Continuous testing helps Booking.com to lead you more rapidly to a suitable hotel room. But it's not just web shops that do online tests. Virtually all websites and apps look into your mind. But what if online testing is used for more nefarious goals? What started as the internet just being this kind of not very persuasive medium, like you can just kind of click around and go to these pages and they just sit there. And now you go to a page and then it's offering you the next step, and now you just want to click on the next thing and the next thing and the next thing. So what's going on is that the persuasiveness of the internet as a whole is going up. So the second you open a door and go into that,
the more likely it is you're going to get sucked into something you may not have intended to do. Tristan Harris sold his startup to Google and then started working for the internet giant as a product manager. He saw from up close how the design of apps and websites is increasingly aimed at keeping us online for as long as possible. Every single player, every app, every website, every service is competing ultimately for attention. Even if you're building a meditation app, your goal is to hook people so that they meditate every day. They open the app every day. If you're the New York Times, you need people to visit every day. If you're an addictive game or Facebook, you need people to come every day and to stay as long as possible. So everyone is competing for the one finite resource that we all have, which is attention or our time. What's the best way to get attention? It's to be better and better at persuading people, at tapping into more and more of these psychological instincts so that people come back and stay, and so you can hook people. You wake up in the morning and one of the first things people do is they turn their phone over and they check it. And that programs their whole mind to think about their day, about what they owe to the world, the obligations they have to repay. And whenever we have a break in time, we don't know what to think about, so we often check our phone to see, well, what should I be thinking about? Who can I get back to? So what typically happened with persuasion was it was a billboard or something like that. So there was a moment where you're driving and you see something and it changes your beliefs about a product. That's one kind of persuasion, but another way is when it's actually influencing the contents of your mind moment to moment, because it's all delivered through essentially an extension of your mind that a billion people have and reach for. If you look at this as like an evolutionary system, where you have actors, they are like organisms. So Facebook is like an organism, and Twitter is an organism, and YouTube is an organism. And each iteration, they're mutating new persuasive techniques. They're trying new things to be more survive, to be fit, to survive, to get more people's attention. And when that mutation works, they've discovered a more effective technique. And then the other organisms have to mutate and get another similar technique. And so there actually is an AI today called the Facebook newsfeed, for example, which is always trying and A/B testing new and different ways of organizing the design of the feed and the way of ranking the stories in such a way so that people stay longer. For example, if you're using the metaphor of Las Vegas slot machines, you know, it's one thing for a person to make a choice to get into a car, to drive to a casino, to get out and to play the slot machines there. It's another thing if there's a slot machine baked into or right next to the moment-to-moment choices and thoughts that they have to make. A slot machine is persuasive because it operates on a principle of intermittent variable reward, which means that you pull some lever and sometimes you get an exciting, enticing reward, and other times you don't. And it's exactly when it's unpredictable, when uncertainty is maximized, that people get the largest rush and the largest addictiveness is created, when it's a variable reward, an intermittent variable schedule reward. And your phone works the same way. You check your phone and sometimes it's like, oh, I, you know, got a text message from the girl I'm trying to date, or I got, you know, this exciting new TED Talk on my phone or something. And then sometimes you check your phone and it's like nothing, right? And so each time we don't know if we're gonna strike gold and win, or, you know, we won't. And it's very persuasive. It's
all about. How do you make your website or your app stickier? How do you retain attention? Right now, it's measured through these little units of time and clicks, and how long do you sit there? And you think about what is the logical sort of end point that they're after here? They are trying to turn everybody into what looks a lot like an addict. Initially, Natasha Schull's research was not so much into the Facebooks and Twitters of this world as into digital technology in slot machines. She soon noticed great similarities between the behavior of slot machine users and that of frequent users of online games and services like Facebook and Twitter. Gamblers will often speak about having a sensation that they're merging with the machine and that they can't tell, you know, where their finger ends and the screen begins, and they feel that they know what's going to happen next. They don't really believe that. They're describing a feeling that's created through this very fast, repetitive interaction with this game. Gambling addicts talk about the zone. And then you have this parallel term in the gambling industry. They talk about time on device. That's their term. Another term they use is continuous gaming productivity. And by that they mean, how can we expedite and make most efficient this exchange between the machine and the gambler so that we can keep them continuously, quickly producing, almost acting like a factory worker in a sort of casino factory, where instead of sitting on the assembly line or at your sewing machine producing, you're sitting at the slot machine engaging in this continuous gaming productivity as a unit of productive value for the casino. They become so absorbed in the game that what they're really playing for is continuing that absorption. Even if they win, they're not going to leave. That's not their goal. The jackpot only serves to recycle the winnings back into the machine so that they can keep playing, keep staying in this kind of zone where time and space and a sense of monetary value and even a sense of self falls away. When you're at the machine, your whole bodily posture is different. You're kind of slumped down, your eyes look a little glazed over, and you're just repetitively tapping with your finger. And the motivation there is that you've really dropped out of the world. You're just in the rhythm of the play, the next spin and the next spin and the next spin. We all have these sorts of experiences today with machines. I think we've all glimpsed the zone, so to speak, whether it's trying to buy something in an eBay auction or playing Candy Crush. It's this sense that you can just keep going and you don't know what the next is gonna be. You're on Facebook, you're photo clicking. You know, you don't know what's going to come and you don't know when. An incredibly small, repetitive little loop. And that ludic loop is being used more and more in the world at large, but especially online and websites. You know, this would also be the term gamification that we always hear about. And the idea is that if you create these little slot machine-like loops with rewards and levels and bonuses, you're gonna hook people in.
And it is true that it has those effects, but also with the collateral damage and the consequences, that there's this little clicking, you know, micro-clicking culture, and this sort of value, corporate value, is increasingly coming to be measured in terms of clicks and likes. It's a kind of nano monetization of human experience that does create, you know, that image of the little slot machine players just tapping. This whole cast of strange bedfellows have come to me to have conversations or ask for my input on how they're thinking about ways to use persuasion, either for profit or for good. And it was actually a little disconcerting at first, but it's become for me a very telling sight of the kind of contemporary language around and logic around persuasion, you know, to watch where it's going into so many domains of life. I often find that when a friend says, let's go meet for breakfast here in Berlin, and I'll suddenly open the app and I'll start like scrutinizing, like, is this a better place than this? And I'll look at the photos and I'll do all these things. And this happens to me. I mean, this happened to me 2 days ago. And it still happens to me, even though I know how it works. And it's like, that's not what I really cared about. What I really care about is seeing my friend for breakfast. And I don't care that much about how perfect the place is or what specifically they have. I just want to have a good experience with my friend. But in that moment, I can kind of lose track of the thing that I wanted and get seduced by this way that all these new choices, again, not even like a manipulative moment. It's not like Yelp or Foursquare want you to sit there scrutinizing, but when they give you all those choices, that's the outcome, and that's not related to what I originally care about. What makes this issue tricky is that companies like Facebook or YouTube will say, you know, we're giving people more access to information, we're giving people the ability to broadcast themselves, we're giving people the ability to make the world more open and connected and talk to anyone at any time. And these are true things. These are amazing, powerful new capabilities. And when something is giving you so many new choices, it's hard to argue or think that there could be any downsides to that. It's 100% true that we're getting all of these new choices. It's just that we're not asking the real question, which is, what are these choices for? And if we go back to the underlying human need at the moment when someone's in any choice-making situation with a screen or in a city, the question is, for the underlying thing that's really beneath there, are those choices fulfilling that? I don't know anybody who has a personal goal to spend as much time on Facebook as possible. Maybe someone out there does, but I would doubt it. I certainly don't. For 10 years, James Williams worked at the advertising department of Google, where he learned that small changes in design can influence hundreds of millions of visitors at a time. This made him decide to study ethics at Oxford University, looking at how technology design influences our decisions. What's happened is there's this disconnect between the design goals of our technologies we use every day and the goals that we have for our lives. Our goals are things like, I want to spend more time with family, I want to learn to play the piano, I want to earn my PhD. But the technology's goals, they don't know that that's my goal, and their goal for me is spend as much time sitting here looking at the site as possible. The ideal type of technology would be something like a GPS. So a GPS, it helps you figure out where you want to go, how to get there. And I almost feel like the technologies we use day to day ought to be like informational GPSs. Because imagine if you got a GPS and you put it in your car, you started using it, and the first time you use it, it takes you where you want to go. Works fine. But the second time you use it, it takes you a few streets away where you want to go. You think, okay, maybe it's a map glitch or something. But then the next time it says, hey, go to this completely different city. And then maybe the next time, a different state or country. You know, nobody in their right mind would continue to put up with a GPS that distracted them from where they wanted to go. They would throw it out the window of their car and break it.
So if we don't put up with that kind of distraction from technologies that navigate us through physical space, why would we want to put up with that from technologies that navigate us through informational space? If Facebook knew that I wanted to finish my PhD, if it knew that I wanted to take a trip to a certain place, I can't imagine how immensely useful that would be to me. But it doesn't know that because it doesn't ask. And it doesn't ask in large part because it doesn't care. So they're now applying there for a bank. My only issue is that the goal is only to optimize more saving accounts, more loans, and not so much more financially healthy behavior. Yeah. I'm fine with very that's much data driven. That's a whole different conversation. I know. Just bringing up the topic. The world of online conversion and persuasion is expanding rapidly. Numerous new professions have arisen with exotic names such as customer journey designer, A/B tester, chief persuasion officer, and conversion scientist. But they all look at customers in a totally different way from the salespeople of old. Omdat het commercieel is, mist volledig die menselijke maat. En er is ook gewoon geen menselijk contact. Een verkoper, die kijk je nog in de ogen. En als het echt een vuilerik is, dan kan hij daar nog behoorlijk wat tegen inbrengen. Maar de meeste mensen hebben toch een veel ethischer gevoel, zeg maar. Gaan veel meer, zeg maar, de menselijke maat wel toepassen. Omdat wij gewoon bij elkaar staan en contact hebben. Zo zijn we geëvalueerd, zo daar zijn we goed in geworden. Terwijl deze mensen zitten alleen maar naar een dashboard te kijken. Met hele grote aantallen getalletjes, die ervaren ook geen menselijk contact meer. Die hebben niet in de gaten. Zo'n verkoper één op één heeft veel meer menselijk gevoel, menselijk contact, dan die internetmarketeer of verkoper die met honderdduizenden, zo niet miljoenen mensen aan het interacteren is. Maar ja, die ziet alleen maar getallen. En die ziet alleen maar daar of het plus of min doet. We don't know why we do what we do. We don't know the reasons behind our behavior. And you're going to find out, right? Because you're running the biggest psychological experiment ever. Hele kleine details zijn we aan het leren, wat jou beïnvloedt. Het is digitale data, dus we kunnen het ook aan van alles koppelen. Het is heel interessant, die verkoper zal, zo'n autoverkoper zal waarschijnlijk niet in de gaten hebben gehad hoe belangrijk bijvoorbeeld het weer is. Terwijl online meten, wij kunnen natuurlijk zo weer data koppelen aan die testdata. Of überhaupt, als het niet eens getest wordt, kun je ook gewoon een gewoon gedrag op een site koppelen. Je ziet enorme verschillen. Als de zon schijnt, dan gaan mensen meer nieuwe producten proberen. Ze geven gemiddeld meer uit. Je bent wat blijer, je staat wat meer open voor nieuwe dingen. En die effecten die zijn echt hartstikke groot. En dat is dan een voorbeeld. Er zijn natuurlijk honderden van dat soort beïnvloedende factoren. Waarvan wij allemaal denken dat wij zelf controle hebben over ons gedrag. En dat we uit onze voorkeur ons gedrag bepalen. Nee, het is veel meer alles in de situatie. Hoe je op dat moment even voelt, wat voor weer het is, welke anderen er in de buurt zijn, wat je net hebt meegemaakt. Al die dingen bepalen veel meer wat je op dat moment kiest, doet, denkt, voelt. Dan die eigen voorkeur, die innerlijke motivatie. En al die van buitenaf beïnvloedende dingen, die dus echt veel belangrijker zijn, die zijn we nu enorm in staat om in kaart te brengen. Dat was die autoverkoper vroeger niet. And then there's this user, millions of them, but it's including your own wife and your mother. And they think they're rational beings. They think they know the reasons for their behavior. Right? That's their illusion. And you are now knowing that's not the truth. That's only part of the truth. And very often it's totally not the truth. And because of all the experience you're running, you're actually going to learn so much that there's a huge, what I call, behavioral intelligence gap appearing between commercial companies and their customers. And this gives you a responsibility because you can very easily persuade customers, but it doesn't always have to be in their benefit, what you're doing. En wij hebben wel zelfs afscheid genomen van klanten. Dus één keer hoor, maar ja. Een online lening verkopen.
waar we in principe achterkwamen, dat hoe meer het woord lening, krediet en dergelijke wegliet, hoe minder je mensen bewust maakte van dat ze moesten kiezen tussen persoonlijke lening en doorlopend krediet. En hoe meer je bijvoorbeeld van Marktplaats het autootje of de keuken waar ze naar hadden gekeken meenam en als plaatje voorhield als grote worst, hoe meer je leningen verkocht. 80% heeft een BKR-registratie. En dat was voor ons de druppel. At Stanford in 2006, and it was a whole lab full of students who were taught essentially different techniques to create behavior change. So if people want to lose weight or they want to floss their teeth, how can technology play a role positively in encouraging behaviors that people want? And in this class, you know, we learned all these techniques about how to get people to behave or choose in a certain way. And there was never a conversation in that class about the ethics of deploying and applying these principles to people, including the professor. We had one class that was about the ethics, but there was no answers. It was just a set of questions. It was just, let's talk. There needs to be essentially, in this new world where a small number of people's choices will shape a billion people's thoughts, relationships, etc., how do you ethically decide on behalf of someone else? With this rapid increase in knowledge of how we can be influenced online, politics couldn't afford to stay behind. Of je nou een president verkoopt of tandpasta, in the end, de logica is hetzelfde. Data analyst Timothy Prescott worked for both of Obama's election campaigns. His work gave him a preview of what political campaigning will look like in the future. De hele campagne werd eigenlijk gerund op basis van de data. Ik was deel van het analytics team en we waren een team van 55 man. En voor ons was de vraag, oké, aan de ene kant hebben we een budget van $1 miljard en aan de andere kant hebben we 2,2 miljoen vrijwilligers. En de vraag was, hoe kunnen we die nou zo goed mogelijk inzetten om de winkans van de president te maximaliseren? Maar hoe kan je nou uit data halen of iemand zijn politieke mening beïnvloedbaar is? Ja, we pasten eigenlijk de technieken toe uit de medische industrie. Die worden gebruikt om te kijken of een medicijn wel of niet werkt. En konden we kijken wat voor soort mensen nou van mening was veranderd. Kan je een praktijkvoorbeeld geven van hoe dat werkt? Ja, wat we dan doen is, dan sturen we een vrijwilliger langs bij jouw deur. En die vrijwilliger die heeft dan een bepaald script. En die gaat dan dus met jou een gesprek aan bij jouw voordeur over bijvoorbeeld economie of over Obamacare. Een onderwerp waarvan we denken dat het relevant is voor jou. En dan gaan we een week daarna meten wat de impact daarvan was. En als ik dat doe bij 10.000 mensen, dan kan ik natuurlijk op zich wel een idee krijgen over wat voor soort mensen nou wel veranderen van mening, wat voor soort mensen niet, of zelfs wat voor soort mensen negatief van mening veranderen. Dat hadden we namelijk ook. Ja, ja. En wat heb je daarvan geleerd? Wat voor soort mensen zijn dan makkelijker te beïnvloeden dan anderen? Ja, die kan ik niet, want die is super secret. Ja, ik weet niet of dat, ja. Ja, kijk, dat persuasion research is natuurlijk wel waar het naartoe gaat. De resultaten daarvan die zijn natuurlijk wat, die zijn wat meer onder de radar dan het resultaat van het overige werk. We beginnen steeds meer inzicht te krijgen in hoe het brein beslissingen neemt. We weten er eigenlijk nog vrij weinig vanaf, maar af en toe dan leren we weer iets. Dan denken we, hey, dat is interessant. Als je dat zegt, dan vind je A. Als ik het iets anders zeg, dan vind je opeens B. Als we dus meer en meer data gaan genereren en als we ook beter en beter begrijpen hoe mensen beslissingen nemen, misschien wel in het onbewustzijn,
dat je wel in een wereld zou kunnen wakker worden, ergens in de toekomst, waarin je wel weet hoe je aan de kop moet draaien om dat soort, mensen een andere mening te laten vormen. Dat is natuurlijk duidelijk niet oké. En het zou natuurlijk goed zijn als de overheid daar preventief regels voor maakt, dat we daar al afspraken over hebben gemaakt met z'n allen, voordat we die mogelijkheid hebben. Right now we're at a point where persuasive design is still kind of at the level of the user interface. So the screen, the OS, the browser. But there's this kind of emerging paradigm. Some people say AI is the new UI. So if you imagine a world where we're interacting with artificial intelligent agents of one sort or another, a lot of that design is going to be pushed below the layer of human perception. And so it's going to be a lot harder to see and a lot harder to audit. And there are people in academic ethics raising the question of to what extent should we be able to audit algorithms, whether a persuasive or of some other sort. But I think right now is a really urgent moment because we can at least still see to some degree the nature of these persuasive forces in our own day-to-day perception, whereas in the future that may not be the case. They may be running as algorithms in, you know, in the recesses of some processor somewhere in some other country, and it will be a lot harder to really know that they're the persuasive force and then to audit them and question them for why they're doing what they're doing in the future. Goedemiddag, dames en heren. Welkom. Welkom op het seminar Consumentenpsychologie en Internet. Dan wil ik graag de eerste spreker vragen om naar voren te komen. Bart. Ik wil sowieso vanuit zeg maar de echte psychologen gaan zorgen dat we in die discussie aangaan. En ik hoop natuurlijk dat er uit die discussie wel een werkgroep of iets dergelijks komt die daarmee aan de slag gaat. Die gewoon ethische codes op gaat stellen voor dit vakgebied. Ik noem internet altijd het grootste psychologisch experiment ooit. Op internet is gedrag namelijk een beetje meetbaar. Ik kan niet meten hoeveel dopamine er in het middenbrein zit en ik kan ook niet meten of iemand verward kijkt of niet, maar ik zie wel of die klikt. Maar die meetbaarheid, daar krijg ik iedere keer weer kippenvel van. De aantallen. Bedrijven, ja, die hebben een doel. De meesten proberen u te scheiden van uw geld. En zoveel mogelijk. Sommige anderen proberen u te scheiden van uw tijd. De online platforms zoals Facebook die hebben als grootste KPI time spent. En niet time well spent of time happy spent. Nee, gewoon time spent. Oftewel een verslaving creëren. One solution is to, you could say, reduce or to clean up the interfaces in such a way so that the choices are organized in an empowering way for people to make their own choice. And there might just be less on the page, fewer things to think about. And that itself implies a design consideration. I mean, then who's to say what would be a limiting, more empowering menu? The other way is that you continue to be deeply persuasive, but you're persuasive in a direction that aligns with what people consider to be reflections of their values or what they care about or time well spent. And those are two ways I think the system needs to evolve. Last year, Tristan Harris left his job as a product designer at Google. He started Time Well Spent, a movement of designers and programmers who want to bring about a radical change in the design of smartphones, websites and apps. But they also need the users of these technologies to take action. This is like the organic movement. You know, it takes a change both on the side of what just like organic food was about farmers changing the practice of what it means to create food for people and thinking more deeply about that. And then it also took consumers saying, we want something different, that we don't want just the cheapest price
and you can put any chemicals you want on it, the consumers had to speak and say, we want something better. So if you're Apple or you're Google or if you're any one of these gateway platforms, you can't change what you're doing unless people tell you that's what they want. We want that the design of the phone reflects the role we want it to have in our lives. If we don't want our phone to be the central part of our lives, we want the design to reflect it being more peripheral. And that's not going to happen by companies themselves, so we have to tell and express to them that we want something different. Ik wil dat die psychologische kennis veel meer omarmd wordt. Ik wil dat overheidsinventies veel effectiever worden. Ik wil dat bedrijven dit beter snappen, omdat er ook negatieve consequenties voor consumenten kunnen zijn. Ik hoop in ieder geval een eerste start kunnen maken van iets van meer bescherming en zorgen dat we niet enorm achterop raken en achter het net vissen bij die bedrijven die ons allemaal heel goed doorhebben, veel beter dan we onszelf doorhebben. Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel and we'll keep you updated on our documentaries.